Nou, hey jongen, bedankt. Hé, hey, we spreken elkaar weer, hè? Jij ook bedankt. Hé, hey, je hoeft me niet eroverheen te trekken. Hé, hey, kom goed. We hopen dat we open weer, hè? Ja, dus ja. Je een gemis van Arnhem, hè? Denk ik wel. Ja, voor ons is het ook een gemis. En voor ons. Henk Rol organiseert al meer dan 20 jaar lang evenementen in de Rijnhal. Vandaag wordt hij keer op keer aangesproken door bezoekers en standhouders. Bij iedereen overheerst de teleurstelling dat dit waarschijnlijk de laatste vlooienmarkt ooit is in de Rijnhal. Ja, het is zeker. Het is gewoon een klap voor mij. Maar ook, we hebben het vanochtend gehoord van de deelnemers, van de bezoekers. Hoeveel bezoekers er niet in en uit lopen, daar zeggen van Henk, we duimen voor je, een ander bid voor ons. Dus we hebben allerlei sectors ook nog. Zeggen van, we hopen dat het doorgaat. En ik kan alleen maar zeggen, zodra ik het weet, maken we het bekend. In de afgelopen 40 jaar is de Rijnhal uitgegroeid tot een begrip in Arnhem. Van boksgala's tot concerten en natuurlijk het beruchte CDA-congres. Allerlei evenementen vonden hier hun plek. Veel van de bezoekers en kraamhouders in de Rijnhal ervaren dat ook zo. De Rijnhal is echt een begrip in Arnhem geworden. Ja. Ik denk dat een hele hoop mensen, als ze echt gaan zeggen, als ze echt naar de vlakte zou gaan, dat het, zal zeggen, de mensen zullen nog in opstand komen, denk ik. Maar voor ons hadden we nog een jaren door mogen gaan. We komen helemaal uit Lelystad en we komen hier echt helemaal hierheen. Alleen van dit. Weg aan het eind van de dag. Ook wel een treintje later, denk ik. Ja. Het is voor mij ook het is eigenlijk een inkomen waar we even moeten leven. En het valt nou ook weg. Hè. Het heeft een eigen sfeer. Eigen sfeer, goede bereikbaarheid, leuk achterland. Van Zutphen tot Wageningen, Nijmegen, Apeldoorn. Komt allemaal naar Arnhem. Dat gaat verdwijnen. Dat is ideaal. Ja, ik ben bang dat het, tenzij de gemeente nog een oplossing vindt, dat het dan gaat verdwijnen. De gemeenteraad vergadert maandagavond over de toekomst van de Rijnhal.